Vroeger wilde ik altijd astronaut worden. Samen met mijn beste vriend zou ik het universum ontdekken. We zouden de eerste mensen worden op Mars. Nu, 8 jaar later, lees ik het nieuws. Aardeachtige planeten ontdekt, mogelijk met oceanen vol water. Ik lees dit. Op zo'n 40 lichtjaar hier vandaan zijn planeten ontdekt waarop leven mogelijk zou kunnen zijn. Ik lees dit en het stukje in mij dat eens stroomde van reizen naar alle uithoeken van het universum komt weer tot leven. Hoe zouden we het doen als we opnieuw mogen beginnen? Een nieuwe planeet, nog onbewoond? De kennis van duizenden jaren beschaving meenemende. Maakt het dan nog uit of je christen bent, of atheïst, of aanhanger van het vliegende spaghetti monster? Maakt het dan nog uit of je man bent of vrouw, rijk of arm, homo of hetero? Zouden we op deze nieuwe planeet nog steeds mensen bijvoorbeeld al in hokjes willen plaatsen? Hebben we niet elkaar nodig om deze planeet op te bouwen, om er een fijne, veilige plek van te maken? Zonder alle hokjes kunnen we mensen zien zoals ze zijn. Zonder alle hokjes kan je zien dat die man die jaren op straat leefde een geweldige klusser is. Of dat dat verlegen meisje met die hoofddoek een prachtig verhaal te vertellen heeft. Zonder alle hokjes kan iedereen tot zijn recht komen. En is dat niet wat we nodig hebben bij het opbouwen van deze nieuwe samenleving? Maar dan gaat mijn droom verder. Kan dit niet nu al? Kunnen we niet nu al naar elkaar kijken en een persoon zien in plaats van een hokje? Als dit nu al kan, kunnen we ook nu al aan onze samenleving bouwen. Hoeveel meer kunnen we bereiken als ook vrouwen wetenschapper worden? Wie kunnen we stimuleren tot het behalen van hun doelen als ook mannen voor de klas gaan staan op een basisschool? Wie weet is de perfecte minister-president voor ons land wel zwart? Of komt het idee voor schone energie van iemand van de MAVO? Zonder alle hokjes kunnen we grootste dingen bereiken. Laten we niet wachten tot we 40 lichtjaar kunnen reizen in een mensenleven. Of tot we een bewoonbare planeet vinden dichterbij. Laten we naar mensen kijken. Nu al.